Mijn man is een maniak. Ja, ik heb daar dus geen ander woord voor. Het is een maniak. Seks. Dat is het, alleen maar seks. Antonia, stel je toch niet zo aan. We kunnen hier toch over praten, gelijk volwassen mensen. Oké, het was een faux pas van mij. Maar jij maakt ook overal meteen zo'n drama van. Mijn man verzamelt pushes. Hij raakte mij al een hele tijd niet meer aan. En wat heb jij ondernomen om onze relatie terug spannend te maken? Hij heeft mij dan overtuigd, om ons huwelijk te redden, moesten wij ons privéleven, ons bed, openbaar maken. Maar voor u heb ik een enorm groot respect. Nee, schat, ik ga niet meer met jou naar bed. Mo, waarom dan, lieverd? Uit respect. Lik mij een reet met uw respect. Maar ik wil gewoon neuken!